Op last van burgemeester Gerritsen is een woning aan de Bornebroekse straat gesloten. In de woning werden 500 hennepplanten aangetroffen. Bovendien werd er illegaal stroom afgetapt. Volgens de burgemeester levert het gevaarlijke situaties op en kan het brand veroorzaken. De 4-jarige Alma Baptist uit Enschede was deze week de 1000ste bezoeker aan de Barbie-tentoonstelling van Casual tot Glamour, die in het Stadsmuseum loopt. Ze was blij verrast met de Barbie die ze kreeg. Straks in het dagjournaal de video die is gemaakt bij de opening een maand geleden. De maatschappelijke betrokkenheid van Heracles Almelo is er op verschillende vlakken. Eén daarvan wordt nu uitgelicht met de actie Beste Maatschappelijke Actie Eredivisie van de Vriendenloterij. De club voert actie om geld bij elkaar te krijgen voor de speelgoedbank Twente. In totaal 9 eredivisieclubs doen mee aan deze actie, waarbij 100.000 euro wordt verdeeld onder 3 goede doelen. De politie Almelo doet een dringende oproep om fietsendiefstal te melden. De laatste maanden neemt het aantal diefstallen toe. Als er geen aangifte wordt gedaan, kan er moeilijker actie worden ondernomen. De Cold of Single wordt grondig aangepakt. De voortgang van de werkzaamheden van vandaag zie je in de reportage.